Stefan Storm, het is deze week een bijzondere week voor jou, want... We zijn plaat van de week bij Radio NL en TV Oranje. En het is een bijzondere plaat geworden met een verhaal, hè? Ja, dat is een heel verhaal zit daar weer achteraan op dit moment. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval hele positieve aandacht ervoor krijg. Je wilt niet over het verhaal hebben. Nou, ik vind het eigenlijk, ja, ik vind het een beetje jammer, maar aan de andere kant, iedere publiciteit is goed, dus ook negatieve. Ja, ik heb een liedje gemaakt op Dingedong, het Songfestival liedje. En dat heet de Dongelsong en die staat op mijn album. En ja, eigenlijk de mensen die dat liedje gemaakt hebben, de tekstschrijvers, de componisten, die vinden het eigenlijk helemaal niet leuk dat ik dat gedaan heb. Alleen ja, naar mijn idee mag dat gewoon. En, maar goed, ik heb daar toch wel wat aandacht door gekregen. En daardoor zijn we eigenlijk nu album van de week geworden. We hebben een heel leuk seizoen gehad natuurlijk met de zomertour. Het is alweer het einde van de tour zo'n beetje. En, maar goed, voor mij is dat altijd niet zo'n probleem. Want als de zomer is afgelopen, dan gaan we weer naar de winter. De wintertour. De wintertour. Dus dat wordt ook, dat wordt dit jaar hartstikke leuk. We hebben heel veel leuke artiesten erbij. Ik ben heel erg blij dat met name Frans Duits en Jannes zijn meegekomen naar deze show. Jannes is de vorige jaren ook mee geweest. En Frans Duits is echt helemaal festa, zeg maar. En die scoort op dit moment gewoon gigantisch met zijn platen. Ook nog een hele fijne jongen, dus ik ben heel erg blij dat hij er staat. Ze kunnen dat bekijken op de website van TV Oranje of Radio NL. Maar ze kunnen ook direct naar www.westendorf.nl gaan. En wanneer is het? Het is tussen 13 en 20 maart.